is een wel eens niet te spelletje gaande tussen de weggeefwinkel aan het Boterdiep en woningcorporatie Nijenstee. De weggeefwinkel, die wordt bemand door een groepje krakers, weigert uit het pand te trekken. En dat terwijl Nijenstee een huurder heeft gevonden en een heel andere bestemming voor de ruimte heeft. Voor de woningcorporatie is het zo klaar als een klontje. Na 2 jaar is het tijd voor de krakers om te vertrekken. Afspraak is afspraak. Maar de afspraak waar Nijenstee het over heeft, is niet helemaal de afspraak die de krakers voor ogen hebben. Nee, daarover hebben we geen afspraken gemaakt. Dat is ook heel duidelijk gezegd dat wij niet willen wijken voor een tijdelijk project. Ja, ik kan me voorstellen dat ze dat jammer vinden dat de weggeefwinkel weggaat. En wat mij betreft moet het concept weggeefwinkel ook blijven bestaan. En nogmaals, wij willen graag helpen om een geschikte locatie te vinden. Maar ja, ze wisten van tevoren dat dit een tijdelijke situatie was. Dus kom op. Inmiddels is de boel tussen de woningcorporatie en de krakers behoorlijk geëscaleerd. Nijenstee heeft net voor de kerstdagen een kort geding aangespannen tegen de eigenaren van de weggeefwinkel. De woningcorporatie had deze stap liever niet willen nemen. Ja, dat vinden we heel vervelend, want krakers zijn eigenlijk meer vrienden dan vijanden van ons. Wij staan heel sympathiek tegenover de kraakbeweging. Wij zijn ook tegen speculatieve leegstand. Maar het is wel ons pand. En als wij een andere geschikte gebruiker voor hebben gevonden en zij houden zich niet aan de afspraak, namelijk het pand verlaten. Ja, op een gegeven moment rest je dan alleen deze weg. Heel jammer. Ook de krakers zijn niet blij met de gang van zaken. Ze hadden ook in overleg met ons kunnen gaan. En dat is gewoon niet gebeurd. En ik vind het een beetje jammer dat ze het op deze manier oplossen. Toch is Nijenstee er heilig van overtuigd dat zij zich behoorlijk coulant en inschikkelijk hebben opgesteld. We hebben ook gezegd, we willen jullie met alle plezier helpen bij het vinden van een andere locatie, een geschikte locatie voor de weggeefwinkel. Daar zijn we ook naar op zoek. We hebben op dit moment nog niks gevonden, maar we zijn wel op zoek. Dus we proberen ook echt wel mee te bewegen en mee te helpen. Maar de uitgestoken hand wordt helaas niet gegrepen. Maar van de zoektocht naar een nieuwe locatie zijn de krakers dan weer helemaal niet op de hoogte. We hebben er zelf nog helemaal niks van gehoord. Dus bij ons is dat niet bekend en ik vraag me af wat voor pand ze ons dan aanbieden en wat we daarvoor moeten gaan betalen. Nijenstee is zich dus van geen kwaad bewust. De woningcorporatie vindt juist dat ze onterecht in een kwaad daglicht worden gezet. Met name beschuldigingen die de organisatie er hebben gedaan aan het adres van de krakers schieten bij Nijenstee in het verkeerde keelgat. Deze kloppen niet. Ze zeggen ook dat Nijenstee heeft beweerd dat zij het pand laten verslonsen, het niet goed gebruiken en het eruit ziet als een opgestapeld pakhuis. Is dit waar? Dat hebben we niet gezegd, nee. Maar in de dagvaarding van de krakers staat dan weer een heel ander verhaal. Het staat hier in de dagvaarding. Het pand heeft thans zowel van binnen als van buiten een zeer slechte uitstraling en ziet er van binnen uit als een volgestapeld pakhuis. Volgende week donderdag vindt het kort geding plaats in de rechtbank van Groningen. Morgen demonstreren de krakers tegen het besluit van Nijenstee om een weggeefwinkel te ontruimen.